Er hebben vele mensen in spanning gewacht op de Saviour Pro en hij is eindelijk hier. Ik ben Joni van Champion Helmets en dit is ons Schubert Saviour Pro Review. Dames en heren, hier is hij dan. Dit is de Schubert C4 Pro. Schubert heeft een geschiedenis in het produceren van modulaire helmen van hoge kwaliteit. Met de Schubert C4 Pro nam Schubert veel van de problemen die mensen hadden met de originele C4 mee en loste ze op. Laten we als eerste kijken naar de schaal. Kijken naar de schaal van de helm is deze bijna identiek als de originele C4. Schubert houdt hun traditie in ere met hun unieke look. Hij is ovaal van vorm en ziet er nauw uit. Ondanks de ovale look zou de C4 Pro een meer ronde vorm hebben die traditioneel is bij de meeste Schubert helmen. De schaal is ook verkrijgbaar in 3 verschillende maten. De schaal zelf is samengesteld uit glasvezel dat is gemaakt door Schubert met behulp van Indirect Fiber Processing technologie. Dat betekent dat de glasvezel specifiek wordt geplaatst waar Schubert het wil hebben en het vermindert het gewicht veroorzaakt door overtollig materiaal terwijl het veilig blijft. Toen ik de C4 Pro woog, was deze precies 1,8 kilo. En dit is geen licht of zwaargewicht voor een modulaire helm. De ventilatie van de C4 Pro is krachtig, ondanks het feit dat we slechts 2 ventilatieopeningen hebben op deze helm. Op de kin zit deze kleine ventilatieopening. Je moet duwen om de ventilatie te openen en te sluiten. Deze plaatst lucht op het vizier en dient om het beslaan weg te werken. Bovenop heb je deze ventilatie, die kan worden geopend of gesloten via deze schuifregelaar. Er zijn geen duidelijke achteruitlaten, maar er zijn 2 kanalen in de EPS-voering om lucht uit de achterkant van de helm te leiden. Voor de meest geventileerde ervaring kun je je kinbalk gewoon openklappen. Het vizier kan ook in een van de meerdere posities worden geopend voor extra ventilatie. Voor geluidsisolatie heeft Schubert een voorsprong op de Shoei en de AGV gemaakt om de C4 Pro als de stilste modulaire helm op de markt te brengen. Ze hebben het geweldig gedaan en een aantal grote verbeteringen aangebracht en nu is de C4 Pro een echte stille helm. De modules onderaan voor de communicatieset zijn ook opnieuw ontworpen om ervoor te zorgen dat ze niet meer rammelen. Over het algemeen is de helm gewoon stil. Het vizier is niet veel veranderd en is wat je van een Schubert helm verwacht. Het vizier is breed, gemakkelijk te gebruiken, anti-kras en heeft een sterke afdichting tegen de wind. Het verwijderen van het vizier is ook eenvoudig met 2 tabs zoals deze hier. Het geïntegreerd zonnevizier wordt bestuurd door deze schuifregelaar en het is goed. Maar voor mij persoonlijk mocht het een centimeter meer naar beneden gaan. Het vizier is spindoklens voorbereid en hier zouden geen problemen moeten zijn. Nu is dat één van de verbeteringen ten opzichte van de oude C4 die het eigen merk Pinlock had. De nieuwe C4 Pro wordt geleverd met een originele pinlocklens, waarmee het grootste probleem met de oude C4 werd aangepakt. De fluweelachtige binnenvoering is van een Coolmax materiaal, dat gewoon super comfortabel is. Het is zacht en verrassend cool, net zoals de naam al doet vermoeden. Het ziet er best cool uit als je mij vraagt. Dit is een mooie verbetering geweest en de voering is afneembaar en wasbaar zoals tegenwoordig standaard bij premium helmen. Het verwijderen van de voering voor deze helm is hetzelfde als de originele C4. Het is een beetje complexer dan andere helmen, maar een eenvoudig te verwijderen voering kan ten koste gaan van de kwaliteit en levensduur. Deze is iets moeilijker te verwijderen, maar kan hierdoor langer meegaan en worden andere elementen in de helm beter beschermd. Ik zou voorstellen om de handleiding van Schubert tijdens het proces bij de hand te houden, omdat ze een behoorlijk goede gids hebben gemaakt. De EPS-voering die in de helm blijft is grotendeels bedekt met zwarte stof. Je kunt zien dat er echter wat piepschuim zichtbaar is. Een ander belangrijk kenmerk van de C4 Pro is dat de helm is voorbereid op de Sena SC1 en de SC2. Wat dat betekent is dat het systeem gewoon plug and play is. Aan de onderkant van de helm bevinden zich 2 poorten en deze zijn waar u de batterijen en de besturingseenheid in kunt steken. Aan de binnenkant ziet u de luidsprekers, met aan elke kant een microfoon waarvan je de positie kunt aanpassen. De microfoon is veranderd van positie, waardoor die nu beter bij de mond zit en dat zal helpen om de communicatie duidelijker te maken. De Sena SC2 is het nieuwste communicatiesysteem en zou moeten helpen bij het verbeteren van enkele gebreken van de oudere Sena SC1. Als je meer van dit soort reviews wil bekijken van gelijkwaardige helmen of andere producten, vergeet je dan zeker niet te abonneren op ons kanaal om altijd up-to-date te blijven van de nieuwste helmen. Bedankt voor het kijken naar ons review van de Schubert C4 Pro. Ik ben Joni van Champion Helmets en ik zie je de volgende keer.